Ik ben advocaat. Ik houd me bezig met het energierecht, met de energiesector. Ik doe heel veel duurzame energieprojecten. Met ons kantoor hebben we een energieteam dat allerlei projecten doet. Windmolens, windparken, maar ook vooral heel veel warmte. Dus als advocaat begeleid ik projecten. Hoe zet je een nieuwe duurzame lokale warmte business case op, et cetera. Omdat jullie heel interessante, innovatieve sprekers hebben en een steeds ontwikkelend programma. Ik ben vorig jaar ook geweest, vind ik het heel interessant om dat ons kantoor als partner verbonden is aan dit congres. De warmtevoorziening wordt in 10 jaar tijd een stuk decentraler. Nu heb je nog de nodige grote stadsverwarmingsnetten met een conventionele centrale erop. En ik denk dat er veel meer ruimte gaat komen voor lokale projecten met lokale duurzame energiebronnen die warmte opwekken, gekoppeld aan de lokale afname van warmte. Dus het wordt een stuk decentraler allemaal. Dat is mijn verwachting en ik denk dat het ook flink gaat groeien.